luchtvaart wordt gemeten, hoofdzakelijk uiteraard voor de vliegtuigen. Die willen natuurlijk een stroefheid gegarandeerd hebben bij vooral zijwaartse wind en bij landen, zodat de vliegtuigen op tijd kunnen remmen op de baan. In de auto zit een computer die berekent de stroefheid dat van het meetwiel afkomt, wat op de grond wordt gezet tijdens het rijden op de baan. Zone Zee is het touchdown gedeelte wat vervangen is. En dan kan je zien op het scherm dat het een mooie stroef gedeelte geworden is. Het resultaat is een keurige mooie stroeve baan. En goed weer om in gebruik genomen te worden.